Een groot aantal personen probeert elke dag het land binnen te komen. Dit zegt Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Hij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 management team. Slijngaard geeft verder aan dat het team vanuit diverse hoeken informatie heeft ontvangen dat mensen het land binnenkomen en op welke wijze zij dat doen. Mensen die met boten zijn aangekomen, die afgehaald zijn door voertuigen. En die voertuigen die zijn dus gereden. De mensen stapten in, ze werden toen getransporteerd. Schatting te maken, maar het zijn tientallen mensen. Dat hebben we zien overkomen. En als het niet meer zijn. En natuurlijk, de mensen die wij hebben kunnen, of Paramaribo zijn op diverse plaatsen zijn geweest. Op dat moment hebben wij een melding van ongeveer 3 plus 9 plus 6, 18. 18 mensen die wij op dit moment hebben afgehaald thuis, nadat wij meldingen hebben gehad. En de mensen zijn dus ook in quarantaine geplaatst. Slijngaard zegt verder dat hij ook heeft begrepen dat de personen in kwestie hebben aangegeven dat zij mishandeld zijn door personeel van het NCCR en het Nationaal Leger. De NCCR-coördinator zegt dat hij echter geen enkele rapportage heeft ontvangen dat er zoveel klachten zouden zijn. Ook overste Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, komt aan het woord. Zij gaat nader in op wanneer het Surinaamse luchtruim wederom zal worden opengesteld. En ik bagatelliseer het niet, ik ontken het ook niet. We gaan natuurlijk ons onderzoek laten plegen hierover. Want als dat inderdaad het geval is en men heeft dus niet professioneel gehandeld, dan moeten daar correctiemaatregelen op komen. Aan de andere kant, als men liegt, dan moet het ook gezegd worden. Dus daar gaan we zeker wel het een en ander laten onderzoeken. En natuurlijk kijken en proberen de juiste informatie te geven aan de samenleving. Het luchtruim wordt weer geopend nadat wij met elkaar, en dat is binnen het COVID-management team, naar alle parameters kunnen kijken wanneer het klaar zou zijn om het weer te kunnen doen. Binnen de regio, Suriname, stelt Suriname zich nog steeds op het standpunt dat we daar nog niet klaar voor zijn om het ongecontroleerd te laten plaatsvinden. Wanneer we zo ver zijn, dan gaan we dat natuurlijk met u delen. We zijn er al helemaal klaar voor. Suriname is er op dit moment nog niet klaar voor om dat te doen. Overste Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, en daarvoor kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR. Zij spraken gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het COVID-19 managementteam in de congreshal.